Het ministerie van Openbare Werken heeft 3 van de 6 loopbruggen over het toevluchtkanaal vervangen door betonnen bruggen. De oplevering vond gisteren plaats. In de nabije toekomst moeten nog 3 bruggen worden vervangen. Minister Riyad Nur Mohammed zegt dat er grote stappen worden gezet bij het verbeteren van de infrastructuur in diverse buurten. Dus ook hier, dit is een heel duur project, maar we besloten het wel te doen. Omdat het een belangrijke ontsluitingsweg is. Ik weet nog, Sophia Slus in Welgelegen zit. Nee, maar het is niet ver. Binnenkort gaat ook die, dat project hebben we ook goedgekeurd, die weg een rehabilitatie krijgen, een deel van de weg zeker. En als we goed nieuws hebben, zullen we een keer die hele weg reconstructiebeurt geven. Ook met voetpaden, want het zijn smalle wegen en het zijn kinderrijke buurten, vooral. Heel veel mensen die gebruik maken van verkeer. Zo zijn we bezig, step by step, met de infrastructuur. De minister geeft aan dat er in alle districten wordt gevraagd naar aanpak van de infrastructuur. Volgens hem wordt nu voorrang gegeven aan hoofdinvalswegen. Loopbruggen en stijgers is wel belangrijk. Die geven prioriteit, want we hebben enorm veel van deze platen gehad. Dus we kunnen heel veel van deze dingen vervangen. En zo gaan we step by step doorgaan met het beleid van duurzame ontwikkeling van het ministerie van OV. Hiermee wil ik afsluiten. Ik wil directie, hoofdafdeling Bruggen, met haar team bedanken voor de inzet die ze hebben gedaan. En ook de rest van de staf. Maar vooral jullie inzet bij deze werken, de innovatie van deze werken. Ga jullie zo door. De minister benadrukt dat het beleid om de wegen te verbeteren in het hele land wordt voortgezet. Tot nu toe zijn landelijk ongeveer 50 bruggen gerehabiliteerd. Voor het komend jaar staan nog 10 bruggen op de lijst.